deze video gaat over de laatste editie van het filmfestival. Ik zit nu te kijken naar de foto's van afgelopen jaar en ze zijn echt super leuk. Sterker dan Liefde was de eerste film van ons filmfestival die we hadden opgenomen. En de eerste film die in 2 weken tijd 40.000 views hadden. Ja, wat is er, Fina? Nienke is in slaap gevallen. Nienke, Nienke. Hey, is alles goed met je? En oh ja, ik wil alvast nog wat mensen bedanken. Zoals Media Masters. Media Masters is echt een superleuk spel voor de groepen 7 en 8, waar wij partners mee zijn. Elk jaar worden er heel veel minimovies ingestuurd. En van de 5 beste inzendingen maken wij een verbeterde versie. En... deze verbeterende versie doet mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. En dan komt... jouw film op het witte doek in een van de beroemdste bioscopen van Nederland. En ook nog eens op ons YouTube-kanaal, waar deze misschien wel 1.000.000.000 keer wordt bekeken. Kan niet beter dit. Ook even een dikke duim omhoog voor Caribisch Nederland. Maar, Tyrone, en waarom wil je hun bedanken? Nou, op alle 6 de eilanden van het Nederlands Koninkrijk is dit jaar ons filmfestival uitgevoerd. Kijk, hier zie je de eilanden. En op 14 april was de regiofinale in Curaçao, waar de film uit Bonaire won. Filmcoach Dennis was er daarom ook bij tijdens de finale in Amsterdam. Ondertussen groeide en groeide ons YouTube-kanaal naar nu 5 miljoen views per maand. En staat ons kanaal op plaats 116 van best bekeken kanalen in Nederland. Dus wil ik ook heel graag even onze abonnees bedanken. Zoals Sensi Games, Dierenlover, Lucas, Dierenlover. Abonnees, bedankt! Ook bedankt de juryleden zoals Emma Keuven, Kai van der Voort, Raaf, presentator Bart Boonstra en alle anderen die hebben meegeholpen. En natuurlijk een grote dikke duim omhoog voor de buitenschoolse opvang van Partout, waarmee we dit jaar weer hele vette films mee hebben gemaakt. En toen... Nou jongens, mag ik eventjes wat epische muziek? Ja, komt-ie! En toen was daar de grote finale in het mooiste bioscoop van Nederland. Pathé Tuschinski. Je snapt dat we terugkijken op een echt super vet filmfestival. En als laatste wil ik nog wel even deze organisaties bedanken. En nu? Nou, komend schooljaar wordt het filmfestival nog veel vetter. Dan komt er elke donderdag om 4 uur... een nieuwe film op ons YouTube-kanaal. En wat ook super vet is, is dat iedereen tussen de 9 en 13 jaar kan meedoen met ons filmfestival. Wil jij ook meedoen? Check dan de beschrijving onder deze video. Zo, dan ga ik nu weer even chillen, want ik heb natuurlijk recht op vrije tijd. Toch?